begrijpen namelijk. Jullie kijken naar dingen en het zijn niet de dingen die jullie zien, maar jullie zien, jullie stellen scherp op datgene wat dat ding in jezelf is. En het is alsof je ogen een soort spiegel zijn, zoals deze spiegel, die zo hangt dat hij datgene weerkaat wat al binnen in je hart is. En het is zo verschrikkelijk moeilijk om dingen te ervaren zoals ze zijn. Het belangrijkste is dat voor de rijden van stukjes en brokjes zijn, dat jullie dat de wereld Er is een onafhankelijke werkelijkheid buiten ons om door dit. Onzin. Echt onzin. Want de afgelopen drie mooiste leiders, dat komen wij terug. En veel kwantummechanica is veel spiegel over de evidentiële veel zelf. Maar veel zichtbaar. In wezen, we zien dat alles wat is, de visering, dus dat ontstaat doordat het zien zelf is. Als je iets over kwantummechanica wil begrijpen, moet je een bepaald verhaal voor ogen halen. Je hebt een spelletje, een groep mensen heeft een woord in gedachten. En iemand anders die de kamer uit is, die moet dat woord raden als hij er binnenkomt. En hij mag vragen stellen en de personen in die kamer mogen alleen ja en nee antwoorden. Nou, dan komt iemand binnen en die vraagt bijvoorbeeld, is het eetbaar? En dan zegt hij nee en dan vraagt hij, is het wil van hout of zo, dan zegt de ander ja enzovoort. Hè. Als je maar genoeg vragen stelt, door het gevuld te elimineren, kom je zelfs tot een antwoord. De enige afspraak die er is gemaakt, is dat die antwoorden die de mensen geven, dat ja en nee, dat die in overeenstemming moeten zijn met elkaar. Ik heb een boek gelezen waarin de schrijver dat spelletje ook deed. Hij ging de kamer uit, werd een woord in gedachten genomen, hij komt de kamer binnen. Hij moet het raden en hij stelt allerlei vragen en uiteindelijk komt hij uit op het woord melk. En hij vraagt, is het een woord melk? En ja, zegt iemand. En er wordt hard gelachen. En waarom? Omdat ze van tevoren geen woord in gedachten hadden genomen. Ze hadden alleen afgesproken, net als bij de vorige keren, dat de antwoorden overeenstemming moesten zijn met elkaar. Maar er was geen woord. En je kunt je dus heel goed voorstellen dat het woord melk enorm afhankelijk is van de vragen die die schrijver stelde. Als die andere vraag had gesteld, was die op microfoon uitgekomen of op Sinterklaas of op wat dan ook. Maar door deze vraag te stellen kwam hij op melk uit. En hij kan niet uitmaken of dat woord al bestond voordat hij die vragen stelde, of doordat het ontstond doordat hij vragen stelde. Nou, en dat laatste, dat iets ontstaat doordat je vragen stelt, dat is waar kwantummechanica zich heel erg mee bezighoudt. Ze zeggen zelfs, in het meest extreme geval, dat alles wat we observeren, ontstaat doordat we het observeren. Wij doen hele rare dingen. We hebben een idee over hoe de wereld is. En dat construeren we uit alle gegevens die je binnenkrijgt. We hebben daar zintuigen voor. We voelen een aantal dingen, we horen een aantal dingen, we zien een aantal dingen. En de wereld, de werkelijkheid buiten ons om, zou zo zijn zoals wij hem ervaren. Onzin. Iedereen weet dat je maar een beperkt aantal dingen kunt zien. Je kunt geen luchtstralen zien, je kunt geen gasstralen zien, je kunt weet ik veel wat niet zien. Je gokt de hele tijd, je gokt de hele dag dat het is zoals je denkt dat het zal zijn. Hè? Het is zoals het is. Het is zoals ik denk dat het is. Nee, inderdaad, wij denken dat dingen zijn zoals ze zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze zo zijn. We hebben een heleboel dingen geconstrueerd. Je kent de gezichtsbedrogtrucjes. Voor je ogen kan alles inwezen. Maar je hersenen zeggen, het kan niet wat ik zie. We zien de wereld niet zoals die is. We zien hem zoals we denken dat hij is, zoals hij ons overkomt, op grond van wat wij ervan weten. De wereld bestaat in wezen alleen maar in onze geest. Maar in wezen is het. Kwantummechanica zegt dat je zelfs in principe niet kunt uitmaken of iets bestaat als jij niet kijkt of als jij het niet waarneemt.
Het is hetzelfde als, dat, als met dat spelletje waarin ik op het woord melk uitkwam. Bestond dat woord melk al voordat ik vragen stelde? Of ontstond dat woord melk door mijn manier van vragen? Had ik andere vragen gesteld, had ik een ander woord gevonden. Ik ging er bij het spelletje vanuit dat er al een woord in gedachten was genomen, net zoals ik er bij het experiment vanuit ga, dat er al een deeltje bestaat, dat er deeltjes bestaan. Ik stel vragen en ik krijg antwoorden. Maar, zegt de kwantummechanica, bestonden die deeltjes al voordat wij ze door onze manier van vragen stellen ontdekten. Bestaan de deeltjes al? Bestaat de verzameling van alle deeltjes, de wereld, bestaat die wel? Voordat wij hem ontdekken, voordat wij met onze hersenen zijn herkend, is er niet. Jij hebt een omgeving om je heen en die is er omdat jij hem bent. Veel mensen uitleggen over onze hersenhelften. En wat ik dan hiermee visueel kan maken, duidelijk maken, is dat wij voornamelijk met deze helft werken. De linker hersenhelft, die heel rationeel is, heel erg met woorden werkt, heel taalgevoelig is, rekent. En dat we veel minder gebruik maken van die andere hersenhelft, de rechter hersenhelft. Dan zeg ik dus van we zouden eigenlijk veel meer met deze helft moeten samenwerken. Die helft heeft ruimtelijk inzicht. Is heeft visuele vermogens, is heel abstract, heel gevoelsmatig. En kijk, als mensen dan ook zeggen straks van nou die film, ik heb het wel begrepen of ik heb er niks van begrepen, dan zijn ze hoe dan ook altijd bezig met taal, met woorden, en dan hebben ze dus altijd maar over die ene kant van de zaak. Ze werken met die ene linker hersenhelft, gaat je? En ik denk dan ook dat iedereen ook zwemt eigenlijk in kennis waar je nauwelijks van bewust bent, omdat als je kijkt, dat komt vanuit niemand van deze hoofd van deze film taal werkt. Heb je die dus niet? Ik denk dat je dat duidelijk hebt. Gewoon die zo hoofdpijn van krijgt. Wij denken wel dat onze zintuigen vensters zijn naar de omringende wereld. Maar als je kijkt naar hoe de zintuigen werken, ogen draaien het beeld om, hè? Een lens draait het beeld om. Je hersenen zien in wezen het beeld op zijn kop. Ze construeren er een rechtopstaand beeld van. Je ogen zien alleen maar tweedimensionaal. Je hersenen maken diepte van. Je ziet geen voor en achter. Je maakt het ervan, je constateert de zin van de wereld niet zoals die is. We zien hem zoals we denken dat hij is, zoals hij uit ons overkomt, op grond van wat wij van deze overtuigd. De wereld en als je bestaat in wezen alleen maar in ons geest. Als je je geest zou kunnen gebruiken als een spiegel, als je je vermogen om te spiegelen zou ontwikkelen, dat je de dingen zou zien zoals ze zijn. Binnenkrijgt, beperkt niet, weigert niet. Dat is een heel rijk beeld als je je geest kunt zien als een spiegel. En ik zou heel graag zien dat jullie deze film ook zien als een spiegel. Het belangrijkste is dat wij ervan uitgaan, altijd weer, dat de dingen bestaan buiten ons om. Er is een wereld buiten en er is een wereld binnen. Zo hebben we ook tijd geconstateerd. We ervaren tijd, we ervaren alleen maar tijd, doordat we verschil zien tussen een verleden en een toekomst. We zeggen, er was iets en er komt iets. Hè? We ervaren een verleden en we ervaren een toekomst. Onzin, die dingen bestaan niet, die dingen bestaan alleen maar binnen onze geest. Wij maken dat iets was en iets wordt. Wij maken die constructie. En sterker nog, wij baseren tijd op de opeenvolging tussen die twee. Wij zeggen van er is eerst een stuk brandhout wat brandt en dan is een as. En het as komt voort uit het brandhout. Het brandhout is as geworden. Flauwekul. Als je droomt, dan
de hele wereld is uit zijn verband. De tijd heeft absoluut geen betekenis in je droom. Je weet, men heeft ons verteld dat een droom maar een aantal seconden duurt, maar dat was je nooit zelf opgekomen, want voor jouw gevoel heb je uren gedroomd. En als wij dromen, hebben we daar geen probleem mee. Op het moment dat we wakker worden, zeggen we van ja, het was maar een droom. Vroeger had ik, dan moest ik naar school en dan was ik opgestaan, ik had me al gewassen, ik had al gegeten, ik zat op de fiets in de regen. En dan kwam mijn moeder boven van nou moet je er echt uit. Shit, moest ik alles nog een keer doen. Nou, die waanzin dat je denkt dat je in je droom geen onderscheid kunt maken tussen realiteit en niet-realiteit. En wij zeggen dat we dat nu wel kunnen. Maar je hebt daar geen bewijs voor. Dat bewijs is wel nu. Het probleem is wel, de wereld zit er nog steeds, want we zitten vast aan eeuwenoude ideeën die we niet zomaar opgeven. Ik ervaar de fysieke wereld. Ik ervaar een steen die op mijn kop valt. Ik ervaar de stoel waarop ik zit. Maar wat wij ervaren is niet het bestaan van die externe wereld, die wereld buiten ons, maar onze interacties ermee. Op het moment dat ik een tafel zie, dan wil ik niet zeggen dat die tafel bestaat. En wat bestaat is mijn interactie met die tafel. Ik zie de tafel, ik neem de tafel waar. Ik kan niets van de externe wereld, van de wereld buiten mij ervaren zonder mijzelf daarin te betrekken. Als ik al doe ik het met een instrument, ik kijk naar het instrument. Dus ik kom altijd op zo'n ander verhaal van de wereld bestaat en nog niet. Vader die dubbelt zijn zoon. Mijn pa zegt tegen zijn zoon: zoon, volgens mij zie jij dubbel, zie jij 2 in plaats van 1. Nee, maar zegt de zoon. Als dat zo was, paard, dan zou ik aan de hemel 4 maanden zien in plaats van 2. Onze opvattingen over hoe de wereld is en zo nu dan werken, dat maakt het heel eens. Dan snap ik het. Twee deeltjes horen bij elkaar. Die splitsen en je stuurt het ene deeltje de ene kant op en het andere deeltje de andere kant op. Je laat die deeltjes, die gaan bijna met de lichtsnelheid, dus dat zag ik snel uit elkaar, die laat je gewoon een paar jaar uit elkaar bewegen. Dus het ene deeltje aan de ene kant, bijna van melkweg stelsel, het andere deeltje aan de andere kant. Nou, verander jij met een magneet de baan van een van die deeltjes. Nu blijkt, vreemd genoeg, dat op het moment dat jij aan de ene kant van het melkwegstelsel de baan van deeltje A verandert. Bijvoorbeeld het deeltje komt recht op de magneet af en gaat na de magneet omhoog. Dan ogenblikkelijk aan de andere kant van het melkwegstelsel, op exact hetzelfde moment, gaat deeltje B omlaag. Terwijl daar helemaal geen magneet is. Dat kan dus niet. Deeltje B kan niet weten wat er met deeltje A gebeurt. Hij zou het kunnen weten dat ze met elkaar communiceren, hij zou het kunnen zien. Maar aangezien die afstand onderling zo groot is, kan hij dus nooit weten wat er met deeltje A gebeurt. Maar hij verandert ogenblikkelijk zijn baan. Dus hij op de een of andere manier weet wat er met A gebeurt. Dus genie. Er is een mooi verhaal van een stad waar alleen maar blinde mensen wonen. Op een gegeven moment komt een vorst langs met een machtige olifant. En die blinde mensen hebben nog nooit een olifant gezien. Alleen van gehoord. En een groepje vooraanstaande blinden wordt op pad gestuurd. Een man of 6, die gaan naar die olifant. Ze betasten allemaal een deel, ze komen terug. En iedereen vraagt: hoe zag hij eruit? En hij zegt: hij was massief en als een pilaar. En die had de voet betast. De ander zegt: het is een holle buis. Heel lenig en soepel. Die had de slurf gezien. En de derde zegt: het is heel ruw en het is heel egaal en heel massief. Het is een blok. En die had de huid gevoeld. En zo iedereen op zijn eigen manier generaliseerde, dacht het totaal gezien te hebben en maakte daar een beeld van. Terwijl ze uiteraard geen van allen het goede beeld hadden. Ze hadden het geen van allen over de olifant. Nou, wij zijn heel sterk geneigd om met die analytische kant van ons denken te doen alsof we het totaalbeeld te pakken hebben. Alsof we weten van als we dat deel maar gezien hebben, dan zal het. En als je die andere ook wel dat hoger perspectief kunt hebben, wat je geest is, dan kun je denk ik vele zienswijzen, vele manieren voorzien die in dit perspectief
tegenover elkaar staan en als tegengesteld lijken te zijn, kun je als één geheel zien. Als iemand blind geboren is en hij krijgt na jaren zicht in zijn ogen, dan ziet hij de eerste tijd ziet hij helemaal niets. Hij ziet alleen maar kleurige vlekken. Zijn ogen doen precies hetzelfde als onze ogen. Ze stellen scherp op voorwerpen, maar zijn hersenen weten absoluut niet wat ze met die inbreng aan moeten. Ze weten niet wat het betekent. Met andere woorden, je hersenen construeren een beeld van wat je ziet. Als kind moet je dat ook echt leren. Als je zou kunnen weten wat een pasgeboren baby ziet, het is compleet chaos. Er zit geen diepte in, er zit geen onderscheid in. Wij hebben geleerd onderscheid te maken. We hebben geleerd ons een werkelijkheid te construeren. Je moet de wereld ervaren. Je moet wakker worden. Je ogen moeten werkelijk open gaan. Ik moet wakker worden. Mijn ogen moeten werkelijk open gaan. Dat zou ik willen. Ik zou willen zijn als kinderen. Ik denk dat kinderen werkelijk wakker zijn nog. Dat ze nog geen constructies hebben gemaakt over de werkelijkheid, over hoe de wereld is. Als kind zie je de wereld zoals die is en niet zoals je denkt dat het is. Zoals die op je overkomt op grond van wat je ervan weet. En de lastigste grens, tenminste zo ervaar ik het, is de logica. Is het altijd weer reflecteren in woorden, in onderscheidingen? Dat je echt wakker wordt, misschien is dat doodgaan, misschien is dat door als Christus of
Yeah.